Heb je die gekust of geneukt? Ik kan nu ook live een boy gaan neuken als ik wil tijdens onze relatie. Ja, maar jij hebt toch die hore bok geneukt? Oh! Als je aan het twijfelen! Sander! Als je aan het twijfelen tussen ons! Oh, mijn kerel vast. Oh, mijn kerel. Mijn tasje. Ik sla geen meisjes. Oh, mijn tasje. Want die tijd is gehad om te... Hendrik, what the fuck? Hey, yo, bro! What the fuck? Fuck dat, bro! Hebben jullie een vergunning? Het is gewoon omdat ik die voetstoker gehoord heb. We hebben een vergunning daarvoor. We hoeven geen vergunning daarvoor. Het is niet ons fout. Ja, wat vind je van mijn mama? Mama is wel schoon. Yo, mijn naam is Kazuur en ik breng je weer een nieuwe video. Vandaag staan we in Hasselt voor schokkende leugens. We gaan vandaag relaties en vriendschappen proefstellen. Maar ik doe dat niet alleen. Ik heb een vriend meegenomen, special guest. We zijn terug. Je hebt mij gewoon klappen gegeven. Kijk deze. Overdreven. Die nek lekker. Dat kan niet. Okay. Regels? Simpel. Je gaat je hand hierop steken. We zetten het vast. Als je de waarheid vertelt, gebeurt er niks. Maar als je liegt, dan krijg je een elektrische shock. Als ik jullie zeg, vandaag gaan we mensen exposen. Er gaat veel gebeuren. Fire. Abonneer. De boodschap van vandaag is, spreek de waarheid, niet liegen. En let's go. Vamos. We hebben een koppel hier. Zijn jullie loyaal aan elkaar? Min of meer. Hoe lang zijn jullie al samen? Zes maanden. Dat klinkt niet veel belovend, maar oké. Heb je ooit gewoon geflirt met een andere boy in die 6 maanden dat jullie samen waren? Ja. Wat vind je hiervan? Sammy, tranquilo. Wat ga ik zeggen? Het is wel een beetje toxiek, hè? Ik kom dat daar. Ja? Zeg eerlijk, ik kom dat daar met een knuppel. Knuppel? En gas. En een boom in de fik heb gestoken. En ik heb voor die jongen zijn huis heb ik een boom in de fik gestoken, omdat die jongen niet naar buiten wil komen. Wat? Pardon? Hel? Stel je voor, zij heeft een vriendje. Zou je ooit gewoon haar vriendje zeg maar afpakken? Nee. Zij heeft een vriendje en ik vind hem echt... Klik. Klik. Die kent hij niet. Persoonlijk, ik heb wel veel. Denk je wel, als je hem zou leren kennen, zou je zo dingen met hem doen? Nee, ze ben ik niet. We gaan zien. Je bent te eerlijk, man. Eerlijk. Oh, ik ben nu echt pijn. Oh, ja, ik heb een vraag. Stel. Ik heb een vraag. Oké. Heb jij ooit iets gestolen van je ouders? Oh, geld of zo. Nee. Zeker? Ja. Nee, ik heb nooit iets gestolen. Nooit gestolen? Zeker. Okay. Ja. We gaan zien. Aha! Ja. Ik vroeg nog aan jou, zeker. Wat heb je gestolen van jou? Ja, nee, dat is niet stelen. Dat is precies hetzelfde. Wat is er dan gebeurd? Ja, hè? Als je jong bent, moet je experimenteren. Experimenteren, ja. Dus ja, gelijk. Ik heb ooit al een safje van mijn papa gestolen. Zie je, goeie jointje en zo. Nee, gewoon een sigaretje, maar dat was eenmalig. Eenmalig, oké. Ja, je ziet het, als je liegt. Goeie shock. Je wordt nagedacht om een te neuken. Nee. Bro, eerst. Nee. Je hebt nooit gedacht aan hem. Nee. Oké. Het was strikt op de point, hè. En zus. Mocht ik echt seks slaan van je? Nee. Want je weet eigenlijk dat ik het toch gedaan had. Ik heb haar adres, dus. Ja, fuck haar adres, maat. Je gaat die niet aanraken. Bro. Wow. Chill. Dat was een chick. En zij wou hem. Ja. En ik heb haar liggen uitgang, want ze is blijkbaar bang van mij. En ze kakte naar boek. En we waren daar en hij had mij dan gekust, omdat ik dan zo gezegd zijn ex was toen nog. Hij had mij daar gekust en zij is dan jank naar Koesa gegaan. En ik heb tegen haar gezegd, misschien was het niet slim om naar Koesa te gaan, aangezien ik hem daar nog gebald had. Hey, hola, je moet geen plekken zeggen waar je genukt hebt, hè. Heb je je meisje ooit bedrogen, ja of nee? Nee. Nog nooit. Klik. Bro, niet dat hij lacht, hoor. Nee, Blackman don't cheat. We don't show. Oké. Zie je? Die ding is iets gehandicapt, man. Hij liegt. Bro, Blackman don't cheat. Hij liegt. Blackman don't cheat. Ben jij verliefd op een jongen?
Goeie vraag. Nee, ik denk het niet. Ja of nee? Nee. Ja of nee? Nee. Nee. Wat ga je doen? Wat ga je doen als ze ligt? Ja, ik zou niet weten op wie eigenlijk. Lig uit. Ben je klaar? Ik hoef niet uit te liggen. Heb je ooit gedacht om een meisje anaal te pakken? Ja. Ja. Man met brood. Uit. No. Ik moet het allemaal proberen. Dat klopt. Maar gewoon die dingen die trillen, je weet toch? Dat betekent gewoon dat hij dat wil. Is dit gemaakt of niet? Ik ben maagd. Je bent maagd? Ja. Dat geloof ik niet. Start die ding. Dat geloof ik niet. Start die ding. Je bent ontmaagd, dit ding is kap, maat. Nee, je bent ontmaagd, hè? Je bent ontmaagd. Ja, ontmaagd. Oh, ik wel ontmaagd. God, die fuck. Heb je zelf gesnitcht? Heb je zelf gewoon gesnitcht? Wow, je zei net, woela, ik ben ontmaagd. Je hebt je vriendin nooit bedrogen of mee met anderen gestuurd. Nee, geen foto. Exact, als ik zo een andere check heb gelekt, als ik kwaad ben of zo, of er is iets gebeurd, dan zei ik dat. Ik had dat wel op een 5 gedaan, omdat ik toen ook was op die 5. Ik heb een van mijn beste vriendinnen gelekt. Ik was toen stond zat en laten we zeggen dat ik eigenlijk vrij veel mensen heb binnengedraaid op die 5. Ja. Maar ik ben daar niet trots op, maar ik heb hem met me gezegd. Heb je beste vriend gedaan? Beste vriendin. Een van mijn goede vrienden. Gedaan? Deze relatie hangt aan. Ik weet niet wat. Toen met dat gedoe met op die parking, heb je die toen echt genukt? Of is er toen effectief echt iets gebeurd daar? Op die parking? Ja. Wat? Heb je die gemeld of genukt? Ik zeg gewoon ja. Toen die stront zat was, was er toen gebeurd? Wacht, heb je die gekust of heb je die geneukt? Dat weet ik dus niet, maar ze waren op een parking. Allebei. Oh, dit. Op parking. Oh! Juist. Wat vind je hiervan? Of wist je dat al? Dat die geneukt had, niemand had op de Koran gezworen dat er niks gebeurd was. Oh! Nee, dat was die tweede keer. Nee, dat was die tweede keer. Toes! Wacht, één vraag. Kom bij dichterbij. Toen ik naar Barcelona ging, heb je in de waggie gechapt of niet? Nee, ik heb niet gechapt in de waggie. Wacht, wat doe je in de waggie gechapt? Bro, knallen in de auto toch? Oh! Okay. Oh! Ik dacht echt, je geeft in de auto. Nee, maar knallen in de waggie. Ik dacht McDonald's. Ik dacht ook McDonald's. Heb je ooit naaktfoto's verspreid van iemand die je... Gewoon wat iemand ooit naaktfoto's verspreid? Nee. Nee? Ik heb nooit naaktfoto's verspreid van iemand. Nee. Heb je zelf naaktfoto's gemaakt? Nee. Nooit. Nooit? Ik ben echt een smet. Ik ben echt een smet. Echt? Ja. Ja, gewoon 100%. Echt? Ja, hele tally staat vol met die shit. Oh, shit. Ah, ja. Zeg gewoon van iemand, hè. Ja, van iemand, ja. Oh, wacht. Van dingen die ik doorgestuurd heb gekregen die daar net overgestuurd, ja. Maar jouw vriend zit te kijken, maar je mag ook komen. Ja, ja, wat vind je van mijn mama? Je mama is wel schoon. Ja, je vindt haar... Ja. Zijn moeder knap. Ja. Oké. Okay. Maar zie. Ja, wat? Half. Toen had je ook 4 boys gelekt, weet je nog? Oh. Onder andere hem. Oh. Zijn niet hey. Beste vriend. Cool. Wat hoor ik? Je hebt haar ook gedaan. Gelekt? Ja, tuurlijk. Ja. Oh, omdat zij 4 jongens had gekust, heb jij dat meisje gedaan. Gekust of geneukt? Heb je die gekust of geneukt? Dat heb je die gekust of geneukt? Allebei, zeg ik toch. Je hebt toch net gezien. Heb jij, hè, in de maand november, heb je genut? Ja of nee? No, not november, hè? Heb ik genut? Ja, dus. Nee. Ik denk het niet, hè? Soms moet je daar zo lang over nadenken. Hoop dat hij de waarheid. Hij denkt nog steeds, ben je nog steeds aan denken? Bro, ben je gelost of niet? Wat? Oh, oké. Heb je ooit een naaktfoto gestuurd? Nooit in mijn leven. Zeker? Ja, heel zeker. Kun je de camera kijken en zeg je hebt nog nooit een naaktfoto gestuurd? Ik heb nog nooit in mijn leven een naaktfoto gestuurd. Ja, jongen. Nog nooit. Oké, we gaan zien. Klopt. Sterk. Dankjewel. Brave jongen toch? Brave jongen. Ik zei het nog. Kind van God. Kind, hè? Oké. Nou. Niet mijn vraag, maar hun vraag.
Heb je ooit naaktfoto's gestuurd, ja of nee? Nee, nooit. Nooit. Ook niks pikants. We gaan beginnen met naaktfoto's. Nee, nooit. Moment van de dag. Ik heb dat nooit gedaan. Ik heb dat nooit gedaan. Die dagen dat ik niet naar Hasselt was. Ja. En jij toen 3 dagen na elkaar per ongeluk met haar in Hasselt was. Jij was 3 dagen na elkaar, was zij per ongeluk in Hasselt. Hadden ze elkaar zo gezegd tegengekomen. Had je toen niet afgesproken met die, of was dat toeval? Had je afgesproken of was dat toeval? Toeval. Je bent de man van je woord, hè? Ik ga het zien, ik ga het zien. Wow. Gaan we dit? Maar toen zo zeg ik, heb 1 dag afgesproken, rest van de dagen niet. Dat was die dag dat ik die gelukt had. Oh! Toen waren wij nog samen. Oh! Hola, toen waren wij nog samen. Toen waren wij nog samen! Nee, want we hebben het exact getest. Maar toen waren wij nog samen! Oh, wat test dat? Nee, wat test dat? Ben je maagd? Wat gebeurt hier vandaag, bro? Als jij licht bent. Luister! Als dat is echt fout, dan is dat echt niet goed. Ja, ben maagd, okay. Ja. We zullen zien. Hoe leg je het mee? Mijn schoen gaat heel hard af. Nee, man, waar? Ik ben maagd. Waar dan niet? Dat ding liegt gewoon. Wat? Dat ding liegt kanker. Oh shit. Op waar komt dit? Op YouTube. En hoe noemen jullie? Acacia. Acacia. Oh. Heb je ooit haar gesnitcht bij je moeder of vader? Hij heeft zelf gedaan. Door dat jij jezelf zeg maar goed zet? Nee, nee, ik zal dat nooit doen. Nee. Ik ben benieuwd. Weet je het zeker, hè? Ja. Liegt, heb je ooit eens een keer over Sandro gefantaseerd? Sandro? Ja. Maar ja, nee man. Nee man. Nee? Heb je gefantaseerd of echt gewoon van... Ja, gefantaseerd van gewoon nagedacht. Ja, gewoon neuken, gewoon ballen, snap je? Seksueel gefantaseerd? Nee man. Nee? Zijn jongen of meisje? Oh shit! Jullie zijn zussen! Stop. Over Sandro. Ah, het is goed. Ik heb hem gefantaseerd, man. Besef je wat hij net heeft gezegd? Je zou Sandro doen, hè? Heb jij ooit een foto gestuurd van jou? Van jouw dik. Mooi. Naar meisjes. Ja, bro. Zie je toch naar mannen anders? Bro, nee. Ik ben bekend als meneer stuur de dick pic, man. Je weet toch? Heb je ooit een dick pic naar jongen gestuurd? Ben je gek? Nooit van mijn leven, man. Ik ben geen gay, nigga. Heb je ooit op je vrienden bedrogen? Nee. Goed, ik geloof ook wel. Ja. Oké, okay. Real one. Ja. White girls don't cheat, precies. Ja. Als je die nu alleen gelijkt, had ik ook gezegd, oké, saf, klaar. Maar toch niet geneukt. Doe. Ik kan nu ook live een boy gaan neuken als ik wil tijdens onze relatie. Jongen, dat doet toch ook niet? Je hebt toch die hoge pok geneukt? Oh, die god. We waren toen nog samen. Nee, want dan had die toen waren wij nog samen. Had ik een shock gekregen. Wij waren toen nog samen. Adam, kom eens. Jij weet dat. Toen we daar toch zo'n dessert. Ik was toch vies aan het twijfelen wie ik zou pakken. Ja. We waren toch toen niet samen, hè? Nee. Ziet je? Zippie! Was je aan het twijfelen? Ja. Ja, dus we waren niet samen. Was je aan het twijfelen tussen ons? Oh, mijn kerel vast. Mijn tasje. Ik slaag geen meisje. Mijn tasje. Ik weet dat ik niet heb. Mag ik die vraag aan u stellen? Maar zo erg zijn als dat nu ligt, hè? Oké. Okay. Doe maar. Hé! Hey. Ik ga die vraag stellen aan haar nu eens zien. Met jij maagd? Ja. Ja. Druk op die knop. Direct modellen die knop. Als jij nu de
Meer komen! Moeder, je ligt ook! Het zit in de familie, hè? Dat ding, dat ligt. Jij is gechoqueerd. Honda is gechoqueerd. Dat is een aanbeeld, man. Dat is niet waar. Ik niet. Honda, ik niet. Honda, ik niet. Dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet. Honda niet, Honda niet. Oh, ik heb buikspieren, nee, man. Ik niet. Oh. Ik zou dat nooit doen, ben ik gek, hè? Mooi. Ik zit daar, Honda, je hebt het. Maar ik heb nog één vraag. Kijk, ik vind het een beetje sus dat je praat over Sandro, weet je toch? Maar nu is mijn vraag eigenlijk, heb je ooit seksueel gefantaseerd over hem? Over hem? Nee. We gaan het zien, hè. Als jullie thuis komen, jullie gaan... Pom, pom. Kan gewoon. Kom, dat ding is fucked voor mij. Bro, ik ben possessed, man. Bro, even rust. Wie is de duivel hier? Wie is me hier aan possessen, man? Nee. Ik heb misschien een beetje zweethandjes daarom. Zou je hem ooit doen? Nee. Ik zou nooit met de ex van mijn beste vriendin gaan of nooit. Gewoon zo nooit, nooit. Heb je een relatie? Nog nooit gehad. Ah, nooit gehad? Nee. Heb je ooit een intentie gehad om te... Hendrik, what the fuck? Waar is jouw broer? What the fuck? What the fuck, bro? Is dit nog normaal? What the fuck, bro? Ik weet niet wat dat was, man. Wat gebeurt hier, man? Wow. Ik weet niet van waar dat komt, man. What the fuck? Waar is dat ding? Dat soort is ghetto. Voor de mensen die niet goed hebben gezien wat er is gebeurd, er was een rare guy en gooide letterlijk een piraat richting ons. En als je landt naast onze cameraman Dylan, dat lag letterlijk naast hem. Gelukkig dat Malik dat op tijd zag, anders was Dylan zwaar gepakt, man. Wie had er überhaupt met piraten zitten gooien? Hasselt is in ghetto, man. No cap. Hebben jullie dat gekund? Het was gewoon omdat ik die voetzoeker gehoord heb. Dat was wel echt. Sorry? Die voetzoeker, of wat was dat? Die ja, we waren aan het filmen, we waren een interview aan het doen. Opeens hoorden we een knal. Maar dat werd gelis niet, of? Nee. Nee. Wij weten niet wie dat heeft gedaan. We hebben een vergunning daarvoor. We hoeven geen vergunning. De politie kwam als eerste naar ons toe. En ze vroegen van, of wij folders uitverdeelden. Maar dat was niet waar. Dus ze zeiden van, ja oké, fijne dag. Veel succes met filmen, zeiden ze. Wat is de bedoeling dan, als vraag was? Het is zeg maar, mensen worden geïnterviewd en door dit zie je zeg maar of ze liegen of niet. Als je liegt, krijg je een shock. Als je de waarheid spreekt, ja, dan spreek je de waarheid. Ja, oké. Okay. Ja. Zeg, je kan liegen als de beste. Ja, het is niet ons fout. Nee, maar het is gewoon, als die een voetzoeker afgaat, iedereen zat erop te kijken. Die zeggen niks. Ik heb een excuses, maar het was hier niet. Goedenavond, ja, dank je wel. Ik wil een middelingen. Boeien, wat een aflevering zeg vandaag. Wat wij hebben gedaan, wat wij hebben gezien, dat is abnormaal. Mensen bedriegen elkaar, mensen steken dingen in de fik. Bro, mensen zijn te toxic. Toxic, niet wow. Normaal. Maar het is dikke salad naar Malik om mee te zijn special guest vandaag. Appreciate it, man. I got you. Like deze video sowieso. Abonneer, bro. Zet dat belletje aan als je dat niet hebt gedaan. Like de video. Like de video sowieso. En wij zijn door. Tot de volgende keer. Ciao.